gezelligste programma van de Nederlandse radio. Tieneke Show met Tieneke de Nooi. Max. Radio 5, nostalgia. Allemaal een hele goede middag. Een fantastische zonnige dag vandaag. Wij hebben fijne muziek en mijn gasten tussen 1 en 2 is José Roubé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Love met Marga, met Patty en José. En José is straks mijn gasten, want zij heeft een plaat opgemaakt. Dat is iets anders. Ze heeft een plaat gemaakt, ze heeft een plaat opgenomen. Mijn gasten vandaag. Een kat heeft 9 levens, maar José Roubé heeft er 10. Na een extreem zware periode pakt de vroegere lefzangeres de draad nu weer op met een nieuwe solosingle. José, van harte welkom. Dankjewel, gezellig. Gisteren gepresenteerd. Ja. En was het leuk? Het was hartstikke gezellig. Het was het allemaal een beetje snel gegaan. En ik ben het eigenlijk ook niet meer zo gewend, maar het was leuke mensen, mooi weer natuurlijk, lekker drankje. En nee, het was heel leuk. Ja, jammer dat je er niet was, ja, inderdaad. Oh, jammer. Ja, vind ik wel. Nou, luister, ik had de vraag er straks, we hebben het gehad omdat ik 2 hele leuke filmpjes op onze site heb gezet, tienekeshow.nl. 2 Nederlandse, een jongen en een meisje, die dus de Common Limits nadoen, maar op een voortreffelijke manier. Okay. En een Chinees meisje van 9 jaar, wat een prachtige impromptu van Chopin speelt. En naar aanleiding daarvan vroeg ik aan de luisteraars, hebt u een muzikaal kind in uw omgeving? En nou zal ik je even wat vertellen. Eventjes deze mail voorlezen.
Hallo Tineke, die krijgen we dus zojuist binnen. Zojuist luisterde ik naar je programma waar je zo dadelijk José Houbé gaat vertellen over. Waar zo dadelijk die José Houbé gaat vertellen over de nieuwe single No Heyo. Heet die zo? No Heyo. Ja. Welke ik voor haar heb geproduceerd. En maar wat erg grappig is, is het feit dat ik in 1990 om 18 februari bij u in de uitzending Tineke, RTL 4, zat in de rubriek Talentvolle Kinderen. Ik speelde daar de lambada als 11-jarig jongetje op keyboards als autodidact. En dat was voor mij de start. Want daarna kreeg ik de aanvragen voor optredens. Inmiddels ben ik 36 en al meer dan 20 jaar in het studiowereldje, waarvan nu bijna 15 jaar als beroepsproducer, songwriter met enkele gouden platen. Erg leuk hoe dingen soms samenkomen. Ik ben erg trots op José en de productie die we hebben gemaakt. Vriendelijke groet, Martin Sterksen. Sterken. Ja. Leuk, hè? Ja, leuk, lief. Ja, heel leuk. Ja, ik vind het enig. Ja. Nou, jij zat hier, was dat 1,5 jaar geleden? Zoiets, ja. Ja. Hoe lang geleden is Wil jouw man gestorven? Dat was eergisteren, precies 2 jaar geleden, alweer. Ja. Gek, hè? En toen zei ik, ik denk dat je 1,5 jaar daarna hier zat. Volledig nog in zak en as. En je zag aan het einde het licht niet. En toen zei ik, je moet weer gaan zingen. Ja. En toen, absoluut, nou, daar had je dus geen zin in, je had nergens zin in. Ik had nergens zin in, nee, klopt, helemaal. En ik moet eerlijk zeggen, als ik 3 maanden geleden niet benaderd ben door Dennis van Korven, dat is een jonge man die mij belde en zei van, en ik ken hem al heel lang, als zijnde toen, hij vindt het nooit leuk dat ik het zeg, maar ja, hij is wel als fan begonnen, als jongetje, en is mij steeds blijven volgen. En dus hij belde mij 3 maanden geleden op dat hij mijn carrière weer een nieuw leven in wilde gaan blazen. En toen had ik iets van, heb ik daar wel zin? Ik denk, ja, laat ik het nou maar doen. Want als ik niet gepusht word, dan blijf ik gewoon op die bank zitten. En dan denk ik, dat komt wel. Ja. Dus dat heeft hij ook heel goed gedaan. Hij heeft dus de single geregeld. Hij doet mijn boekingen. Ik heb echt in 3 maanden tijd een aantal boekingen die hij voor elkaar heeft gekregen. En ja, dat is voor mij zo nieuw. En dus ik ben heel blij dat die jongen mij benaderd heeft. En daarbij doe ik nog steeds met mijn goede vriend Ad, die daar zit. Yeah. Met dat domme volk heb ik je de vorige keer verteld. Dat folk gebeuren wat ik met hem vroeger deed. Oh ja, ja. Dat doe ik ook nog steeds. Dus ik ben gewoon lekker druk bezig. En dat komt toch door dat er mensen zijn die gewoon per se willen dat ik weer aan de gang ga. En nu ben ik er heel blij mee. En je hebt een hele actuele sound. Sound 2014, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja. Dus ja. Op Radio 5 Nostalgia, de nostalgische stem van José, maar met de sound van 2014. Zoals een parel diep in de zee. En het spoor is niet verloren. Ik wijs je de weg, dus ga met me mee. Een mooie ster verschijnt door jouw aanwezigheid. Iedereen mag van jouw schoonheid horen. En wat een ander zegt, niets staat jou in. Dit gevoel in mij is zo betoverend, omdat ik het nu voel en weet wat men bedoelt, hoe het is om je hart te volgen, want het is tijd. Sun.
de nieuwe single van José Hubé. Heyo, nee, no heyo, hè? No heyo. Ja, ja, precies. Ja. Nou ja, in de tijd van Love, jullie waren zo ongelooflijk populair. Ja. Werd je toch een beetje beschermd. Niet alleen, ook door de andere meiden. Jullie waren altijd met z'n drieën. Ja. Ja, dat was de platenmaatschappij en iedereen bemoeide zich ermee. En, ja. En, nou, toen had je ook je man Wil. Mm-hmm. Daar leunde je heel erg op. Ja. Nou viel me dus weer daarnet op in het gesprek dat je bent weer wat gaan doen doordat er weer een aantal mensen in je leven komen die tegen jou zeggen, je moet dit en je moet dat. Na de dood van Wil heb je inderdaad alleen maar op de bank gezeten en wist je niet waar te beginnen. Nou, ik zou je zeggen, ik ben eigenlijk mijn hele leven al door mensen geholpen. Ik ben zo opgevoed, mijn ouders deden alles, gingen met me mee hier. Toen ik 15 jaar was, mee aan sollicitatiegesprek. Ik heb nooit iets zelf hoeven doen. En ik vond het altijd wel makkelijk. En ook in mijn huwelijk met Wil, hij deed alles. Dus toen hij overleed, dacht ik, wat moet ik? Ik kan niks. En, hè? Dus inderdaad, nu ben ik toch weer geholpen door mensen. En dat is aan de ene kant hartstikke fijn. Maar aan de andere kant, ik ben nu 60 jaar. Ik moet toch eigenlijk een beetje zelfstandig gaan worden. Nou, door Facebook ben ik dan op de hoogte gehouden van jouw leven. Met name Viola Holtz heeft ook het voortouw genomen, hè, bij jou. Absoluut. Ja, vrienden zijn belangrijk. Ja, heel erg. En kijk, als je dan inderdaad iemand, je man of je vrouw verliest, dan verlies je ook een paar vrienden. En je krijgt er ook weer nieuwe bij. En het is allemaal heel. Maar Viola is echt een. Ze is gek, maar dat weet jij ook. Maar ze is hartstikke leuk gek. Ja, mag ik net zeggen. Ze is hartstikke leuk. Wie is normaal? Ja, precies. Maar die is echt. Die is zo lief voor me. Altijd vanaf het begin af aan en nog steeds. Het is gewoon een hele. Ja, die is echt. Die is er dus bijgekomen eigenlijk. Want voordat Wil overleden was, kenden we elkaar wel al heel lang. Maar niet. Kwamen niet bij elkaar op bezoek of zo. Dus ja, dat is, maar je zegt iets essentieels. Je moet er ook wel open voor staan. Absoluut. En eenzaamheid komt voor bij mensen die niet openstaan voor nieuwe relaties. Ja, ja, dat klopt. Ja. En dat zei je dus nu wel. Ja, ja. En gisteren is dus jouw plaat gepresenteerd. En dan zie ik, en aan de foto's, dat er weer allemaal mensen uit de business zijn. Ja. En ja. Je hebt weer iedereen gezien. Ja, en iedereen heeft jou gezien. Ja, ja. Hartstikke leuk. Ja. En wat gaat er nou gebeuren met die single? Ga je weer optreden? Ja, ik ga weer optreden. Met zo'n vlot jurkje aan. Ik denk dat ik de petticoats en de bustiers maar even in de kast laat liggen. Nee, dat doe ik niet meer. Dat heb ik met Luft, dat hebben we vorig jaar afgesloten. En dat waren gewoon drie gebakjes die op het podium stonden. En dat was gewoon lachen. Hè? Maar dat kan natuurlijk niet. Ik ga er nou gewoon normaal tussen aanhalingstekens gewoon op de bühne staan. Wel met Luft repertoire uiteraard. Kom ik niet vanaf, wil ik ook niet vanaf. Want mensen blijven het gewoon leuk vinden. Ja. En met mijn solo hits die ik heb gehad. En dan met mijn nieuwe single. Dus een half uurtje gewoon feestje proberen te bouwen. Nou, heerlijk. Ik wens je met je nieuwe start, of met deze start, heel veel succes. En ik vind het erg leuk dat je geweest bent. Oké, ik vond het ook heel leuk. José Hubé.